Goedemorgen, ik heb vandaag gekozen voor flamingo's. We gaan nu beginnen. We zijn begonnen met confetti, rood, wit en blauw. Is de 103e Vierdaagse vandaag van start gegaan. En ik denk dat wij nu als eerste even een plekje gaan zoeken waar we het goed kunnen zien. En ja, dat is gewoon een massa aan mensen. Vandaag is de dag van Elst. Vandaag gaan we richting Waalbrug en dan gaan we een rondje door de Betuwe doen. En bij mij staat Wim. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat niet de 50 lopen, maar de 40. Wij gaan de 40 lopen, inderdaad, voor de eerste keer. Is het je allereerste Vierdaagse? Is de allereerste Vierdaagse, dus het is dan een uitdaging. Heb je een beetje getraind? Ja, we hebben heel veel getraind, dus het moet eigenlijk lukken. Dus we hebben 1300 kilometer op zitten. 1300, en hoe bereid je daar dan op voor? Ja, we hebben Pieter Pats wereldjes gelopen en gewoon 3 keer in de week stukken gaan lopen. En in het weekend gaan grotere afstanden, zeg maar. Ja, precies. En nou zag ik jou staan hier met 2 dames. Ga je met z'n drie ook echt lopen? Wij gaan met z'n drie lopen, ja. Alle drie voor de eerste keer? Ja. En een vriend van ons die loopt de 50 kilometer. Ja. Dus die is al weg nou, maar ja, helaas, die is 49, dus die moet 50 kilometer. Ja, precies. En stel nou even hè, dat jullie zeg maar zo na een kilometer of 20, 25 achterkomen dat je eigenlijk veel harder loopt. Zie je elkaar dan weer op de wedren of hoe heb je dat afgesproken? Nou, we hebben via de app kunnen we elkaar wel volgen. Dus we hebben eigenlijk afgesproken van ja, we lopen samen. We hebben veel samen geoefend. Zou het anders zijn, dan kunnen we altijd apart en vinden we elkaar wel terug. Ja, precies. Oké. Okay. Ben je gisteren nog even de stad in geweest om je echt voor te bereiden? Of? Nee, dat hebben we toch maar niet gedaan. Want vanmorgen was om 3 uur wilde we al vertrekken. Dus het was vroeg genoeg vanmorgen. Dus zometeen als je op de wedren komt, je eerste biertje van deze Vierdaagse. Dat is het eerste biertje van deze Vierdaagse. Dat moet lekker zijn. Dat denk ik ook, ja. En vrijdag, dan is hij extra lekker. Ja. We hopen dat we dat halen en dan ja, gaan we feesten. Als dat zo is, spreken we elkaar dan. Dat is goed. Dat is goed. Succes. Dankjewel. Want een derde is zo net gestart en voor ons op de wedren Daan Wijfje. En volgens mij heb je iemand bij je staan die voor de 13e keer loopt. Ja, daar heb jij heel goed meegeluisterd, Mike. Ik had net sprak met Wim. Wim was hier voor het allereerste. Dat was zijn allereerste Vierdaagse. En Julie, dit wordt jouw 13e Vierdaagse. Ja. Wat is jouw ultieme voorbereiding? Want ik zie je hier zo heel relaxed zitten. Nou ja, gewoon lopen. Ik loop heel de winter door eigenlijk, loop ik elke week. En dan vanaf mei en zo, dan worden de kilometers wat langer. En op de Vierdaagse zelf, dan kom ik met de trein. Dan ben ik een uur voordat de starter is, ga ik hier rustig zitten, ontbijten en een beetje kijken en dan beginnen. Dus eigenlijk storen we jou een beetje in jouw eigen voorbereidingsmomentje? Nee, dat maakt niet uit. Ik vind het wel leuk, gewoon een beetje mensen kijken, een beetje zien en ja. Nou zeg je net, het is je 13e Vierdaagse. Wat maakt dan die 2e, 3e, 4e, 10e, 11e Vierdaagse zo leuk dat je toch elke keer weer terug wil komen? De mensen. De sfeer hier, als je hier komt, het is gewoon heel gezellig. Iedereen die geniet ervan en de mensen langs de kant vind ik geweldig. En, het is een beetje een verslaving. Hè? Is het een verslaving? Ja, is het wel. Ja, je moet gewoon gaan. Gewoon gezellig. Ja. Oké, okay, en vandaag, hoe laat mag je starten? Om 4:15. Nog een half uurtje? Ja. Wat ga je nu nog doen? Kopje koffie? Nee, ik heb gewoon mijn ontbijt bij en dan ga ik zo aanschuiven in de rij. Geweldig. Veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, jullie ook. Dankjewel. Terug naar jou. Ik denk dat het helemaal goed komt dit jaar. Ja, precies. Je staat echt wandelweer. Ja. Je staat hier met een hesje, maar nog belangrijker, je staat hier met een scanner. Ja. Jij bent verantwoordelijk voor dat al die mensen goed kunnen starten, hè? Ja, wij alle collega's, hè? Wij doen met z'n allen, hè? Want met hoeveel sta je hier? Hier staan we met z'n vijven. En hoe gaat het? Want je bent vanochtend om 4 uur begonnen? Ja, nee, eerder hè. Je bent eerder begonnen? Nee, we waren 3:30 hier, maar 4 uur zijn we echt beginnen. Oh, jij bent om 3:30 al begonnen? Ja. Ja, nee, sorry. Nee, 4 uur mochten we pas. 4 uur mochten. Maar wat doe je dan tussen 3:30 en 4? Ja, hier de mensen een beetje moeten spreken, hè. Of ja, gewoon blij. Ja. Goed praten met de mensen. Hebben ze dat nodig? Nou, vooral de eerste keer. Als je de eerste keer meedoet, dan is het toch wel spannend, hè? Ja, dat geloof ik. Ook voor de mannen. Ook voor de mannen? Nou, we hebben natuurlijk net de 50 gehad om te starten. En die, dat zijn toch wat stoere mannen, maar de eerste keer dan... Dan worden ze hier bij jou toch een klein beetje kleiner? Ja. Nee. En dan praat jij eens een beetje moed in? Ja, leuk toch? Ja, heel goed. Ja. Je hebt zelf, dat zei je net tegen mij, 35 keer de Vierdaagse gelopen. Ja, ja. Je staat hier voor de 4e keer, dus volgend jaar wordt jouw 40ste keer. Ja, precies. Ja, Heb jij nog een soort van ultieme tip waar mensen aan moeten denken, zo op dag 1? Ja, veel water drinken in ieder geval, of warm. Nooit geen bier, liefst niet. Wel als je binnenkomt, is het lekker.
Ja, en dan vooral de eerste dag rustig starten. Mensen zijn fris, die willen snel binnen zijn. En de tweede dag dan zie je ook al de meeste uitvallers, omdat ze de eerste dag te snel zijn gestart. En dan zijn ze toch al stijf. Dus de eerste dag langzaam de boel verdelen, hè, de krachten. Ja. Ja, precies. En ben jij nou vanmiddag ook weer hier om de mensen terug in te scannen? Ja, wij allemaal. Hè. Ja. Dat hoort er gewoon bij. De hele dag blijf je dan. En wat doe je dan tussendoor? Even voor mijn beeld. Ja, enkele gaan toch wel naar huis slapen. Maar ik moet een half uur fietsen hier naartoe, dus ik blijf hier. Ja. Jij gaat vast een biertje pakken op het Faberplein. Nou, bier? Nee, koffie. Koffie. Nee, kun je de Vierdaagse Feest wel een beetje vieren nog als je hier om 400... Ja, als iedereen binnen is, dan gaan we met z'n allen inderdaad wat drinken, natuurlijk. Ja. Nee, en eten ook in de vereniging. Vanavond is dat? Ja. En dan, want je staat die twee dagen, wanneer sta je hier weer? Donderdagmorgen, ja. En dan is het weer hetzelfde liedje en dan vrijdag gewoon aan de Via Gladiola. Precies, ja. Ja. Heel veel plezier. Wij gaan aan de kant, want je zal zo meteen wel weer mensen moeten scannen. Ja, precies, ja. Dat is goed. Succes, Ria. Jullie ook, hè. Dankjewel. Dankjewel. Daan heeft weer twee wandelaars bij zich staan, zie ik. Vind je dit nou mooi? Als je hier nou naar kijkt, hè, naar die groepen, heb je dan extra zin in om te beginnen? Ja, natuurlijk. Want jullie staan vooraan. Is daar een reden voor? Ik mocht jou alle vragen stellen. Is daar een reden voor waarom jullie vooraan staan? Ja. Wat dan? Omdat we met z'n allen iedere morgen hier afspreken en even het hele jaar weer bijkletsen. En om de maximale tijd te benutten, hè? Dus jullie zijn hier gisteravond om 10:50 aangekomen? Nou. Ja, zijn we hier gaan staan. Nee, maar vertel eens, hoe zit het dan bijpraat van het hele jaar? Wij zijn vandaag om 2:00 weggereden uit Eerbeek. Ja. En omdat de Waalbrug afgesloten was, moesten we helemaal omrijden om hier in Nijmegen te komen, om daar te parkeren. En dan waren we om 3:00 waren we daar. En dan ga je hier vooraan staan. En ze staan hier al een groep met 15, 16 jaar, staan ze hier al bij elkaar. En om de maximale tijd te benutten, omdat mijn loopmaatje loopt niet zo hard als ik. En als zij het moeilijk krijgt, dan heb je toch dat uur extra nodig. Om even bij te praten en om daarna weer aan het einde dat uurtje erachteraan te kunnen plakken. Ja, maar ook als je het moeilijker hebt zo straks. Hè? Want ze hebben wel in twee startgroepen starten, ja? Maar we hebben geen finishtijd erbij gekregen. Het was vroeger 5:00 starten en dan gaan ze 2 groepen maken en dan krijg je een 6:00 groep. Maar je krijgt geen uur looptijd erbij. Dus de mensen die het moeilijk hebben, hebben ze gewoon een uur looptijd afgehaald. Wat doe je dan als je daar tegenaan loopt? Ja, dan ben je te laat, dan mag je de volgende dag niet meer starten. Ja, maar je voelt dat toch zeg maar halverwege wel dat je denkt, het wordt een beetje spannend? Het wordt spannend. Nou ja, goed, zolang als het spannend is, ga je door. En als je gewoon merkt dat je tempo zo laag is en je komt met je uren die je nog hebt niet meer uit, ja, dan moet je in principe de keus doormaken. Maar je gaat toch zo lang mogelijk door. Je klinkt heel ervaren, klopt dat? Ja, 29e keer ga ik voor. Waarom kom je elke keer weer terug? Virus. Het virus? Gezonde ziekte is dit. We hebben heel veel ongezonde ziektes. En dit is een gezonde ziekte. En wat voel je dan als je die ziekte hebt? Ja, ik weet niet. Ja, voor heel veel jongens en meisjes zal het zijn de verliefdheid in de buik bijvoorbeeld. Je wordt hier op een gegeven moment gewoon verliefd op. Op de Vierdaagse. En waar word je dan verliefd op? Ja, de sfeer. En je moet natuurlijk wel een beetje van de wandelsport houden. Kijk, wij lopen in principe bijna alle weekenden. Ja? Kijk, als jij een wandelaar bent die alleen maar loopt om de Vierdaagse, ja, dan heb je niks met de wandelsport. En dan zul je ook niet zo gedreven erin zijn. Nee, maar laten we eerlijk zijn, het is wel een takken en het lopen, hè? Ja, we hebben tochten van, ik heb 21 keer 80 kilometer gelopen, 1 keer over 100. Dus ik heb 12 wedstrijden gelopen van 75 kilometer. Dus ja... Dus als ik hier vrijdagmiddag sta, dan kom ik jou in ieder geval wel tegen. Zeker weten. Hoe zit het met de rest? Komen jullie tegen vrijdag? Ja, tuurlijk. We gaan het allemaal halen. We gaan allemaal ervoor, hè. Ja. Voor dat begeerde kruisje. Hè? Dat voor het begeerde kruisje. Wat voor even snel, hoeveelste keer is het voor jullie? Mijn 20. 20, dat is een jubileum? Nee. 20 geen jubileum? Nee. Waarom niet? 20. 25 is jubileum. Ja, oké. Okay. Je hebt gelijk. Voor je kruisje is dat zo. Ik krijg nummer 16, maar ik heb nog 2 keer 30 mogen lopen. Dus heb ik een diploma. Oh, ja, dus het is dan... Dat is jammer. Dus dat 18 jaar. Wauw. En jij? 21. Wauw. Nog een gouden tip voor mensen die voor het eerst lopen? Goed trainen. Goed trainen. Goed trainen. En niet te vroeg beginnen met trainen. En luisteren naar je lichaam. Ja. Dat is duidelijk. Heel belangrijk. Dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste. Duidelijk. Dankjewel. Goed trainen dus. En niet te laat beginnen. Maar dan ben je nu wel een beetje laat. Terug naar jou. Ik sta... Thijs, kom even. Want we staan midden tussen de groepen. Oh, sorry. We gaan even een stukje aan de kant staan. Ik sta hier met Sander. Hoe is het met je?
Ja, het is een fantastische dag. Het gaat ontzettend goed. Ja, de sfeer hier is ontzettend goed. Je merkt dat iedereen hier meeleeft. En de vierdaagse sfeer is helemaal aan vandaag. Ja, is dat zo? Hé, hey, maar even serieus. Je bent natuurlijk vanochtend keurig om 3:30 hier naartoe gekomen om te zwaaien. Ja, zeker, zeker. Hoe laat ben je gisteren begonnen? Ik ben gisteren gewoon om 10:00 opgestaan. Ja. Oh, dat doe je heel goed. En ja. Toen gaan werken en toen... Ja, zeker. En toen was het een uurtje of 6:00 en dan kun je wel weer, hè? Na het eten net. Ja, precies dat. Ja, dat snap ik. Hé, hey, we gaan zo meteen starten. Ik hoorde jou net wel zeggen dat je eigenlijk op de verkeerde plaats bent. Want je moet eigenlijk bij de militairen staan. Ja, zeker. Ik heb daar een aantal vrienden staan. Die zouden ook moeten starten, maar ik merk nu dat de 40 kilometers hier wel start gaan. Ja. Nou, ook, ik blijf hier zeker even hangen. Een ontzettend leuke sfeer. Dit wil ik zeker niet missen. Wat ga jij nou vandaag doen om de mensen er echt doorheen te trekken? Ja, juichen, springen. Ik zal er voor ze zijn, door dik en dun. Dan moet je dat misschien nu gaan doen. Ja, zeker. Ja, succes hè. Je kan het. Dat is duidelijk de steun. Zullen we een stukje meelopen? Oh, dat is gezellig, Daan. Ja, zullen we een stukje meelopen? Gaan we even kijken, want het is hier natuurlijk super druk. Kijk, je ziet dat er hier heel veel mensen... Ik kijk even of Thijs het bij kan benen. Er zijn hier allemaal mensen die aan het juichen zijn. Ik ga ondertussen gewoon even iemand iets vragen. Even kijken hoor. Het is echt heel druk. Mag je wat vragen? Heb je er zin in? Hartstikke veel. Ik loop gewoon met je mee hoor. Is het de eerste keer? Ja, eerste keer. Hoe heb je je voorbereid? Gewoon wat wandelen. En had je toen je begon vandaag, of eigenlijk toen je begon met voorbereiden, gedacht dat het er zo uit zou zien? Nee, ik had geen idee. Ik denk, we gaan er gewoon aan beginnen en we zien wel. Ja, kijk je ergens nog tegenop vandaag? Vandaag nog niet, maar ik denk dag 4 dat wel echt zwaar gaat worden. Ja, maar dat is pas over 3 dagen, joh. Ja, dat is waar. Wat ga je als allereerste doen als je zo meteen hier aankomt? Vanavond. Over 40 kilometer bedoel ik? Oh, ik denk even voeten omhoog en even wat drinken. Lekker. Lekker. Hey, heel veel succes, hè. Doei. Oh, sorry. Tot ziens. Kijk, er wordt gewoon doorgelopen ondertussen. En daar merk je een beetje dat het echt gewoon ook langs de kant leeft. Dat je de mensen nu al zeggen van we trekken je er nu al doorheen. Terwijl de eerste pas 100 meter onderweg zijn. Oh, sorry, ik hoorde heel even niet. Maar ik denk dat je vroeger wat hier echt leefde. Nou, dan gaan we even aan de kant vragen. We gaan even deze kant op. Oh, sorry. Dat is natuurlijk heel vervelend, hè, met een camera. Dames, mag ik jullie even wat vragen? Ja, allemaal hier. Allemaal wel. Oh, ja. Jij ziet eruit alsof je echt ontzettend aan het vermaken bent. Ja. Ben jij voor een speciaal iemand hier? Ja, waarom ben je zo aan het lachen? Nee, niks. Vertel eens. Nee, niks. Waarom ben je hier? We zijn voor haar aan het aanmoedigen. Waarom dan? Voor haar schoolfamilie. Oh, echt? Ja. En die lopen? 40. Voor jouw schoolfamilie? Nee. Voor jouw schoolfamilie? Nee. Oh, we gaan even naar jou. We zijn hier voor jouw schoolfamilie. Ja. Waar zijn ze? Ja! Oh, daar komen ze aan! Waar zijn ze? Hier. Hier, hier. Oh, hier. Kijk. Hallo, schoonvader. Mag jij wat vragen, of niet? Ja. Heb je er zin in? Ik heb heel veel zin in. Dus, ja. Hoe leuk is het dan dat je... Is dit je schoondochter? Dat is mijn schoondochter. En die is speciaal voor jou. Ben je opgebleven of ben je eruit uit bed gekomen? Ja, nee, opgebleven. Speciaal voor jou is opgebleven. Helemaal alleen voor mij, dus... Ja, helemaal even. Ja. Ja, hoe voelt dat? Ja, heel prettig. Ja, is dat zo? Ja. Je gaat 40 kilometer lopen. Ja. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor, dus ik heb genoeg getraind ervoor. Dus, hoeveelste keer wordt dit? Dit wordt de derde keer. Oh, dan weet je wel wat je vandaag een beetje tegen gaat komen. Ja, dat weet ik zeker. Ja, dus, Voor de mensen die het niet weten, wat ga je ongeveer tegenkomen? Alsjeblieft. Wat ga je ongeveer tegenkomen dan vandaag? Gewoon lekker veel plezier. Daar gaat het dan dus... En een klein beetje wandelen, dat is een bijzaak. Dus, ja, precies. Ja. Hey, en tegen de tijd dat je terugkomt, dan is je schoondochter waarschijnlijk wel weer wakker. Dan in bed liggen. Nee, die is wel weer. Ben jij zo'n harde loper? Ja, of slaap jij zo lang uit? Als ze reageert niet. Maar wat is het eerste wat je gaat doen als je weer terugkomt? Dan ga ik weer een pilsje drinken hier en dan ga ik weer langs weer terug naar mijn slaapplek. Dus, Ja, en dan niet meer nog even de vierdaagse feesten? Nee, dat doe ik niet aan. Dus, Dan ben je helemaal kapot de volgende dag, dus dan kun je niet meer lopen. Dus. Nee, precies, ik snap het. Hey, heel veel succes vandaag. Oké, dank.